Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Bianca en ik heb vandaag een nieuwe make-up en klets video. En ondertussen ga ik ook even wat nieuws uitproberen met mijn camera. Dus dit is echt een probeervideo. Dus mocht de kwaliteit even anders zijn of niet zoals je gewend bent of wat dan ook, dan komt het daardoor. Maar ik wil wat dingetjes uitproberen met de camera en daar kom ik pas achter als het online staat. Dus ik dacht, weet je, dit is een video waar ik dat dan uit kan proberen. En dan doe ik ook gelijk make-up uitproberen en gezellig kletsen. En dan kunnen jullie mij de feedback geven of dit een goede kwaliteit is of niet. Ik heb mijn huid inmiddels al gereinigd en gehydrateerd en geprept voor de make-up. Ik ben namelijk van de week bij de Vibra geweest. Ik zag namelijk op social media dat de Vibra een eigen beautylijn of beautyproducten heeft, make-up en zo. En dat ging helemaal op TikTok, ging dat er rond. En dus ik dacht, dat wil ik dan ook wel kijken. En toen stond ik bij het schap. En toen dacht ik, het is namelijk het merk Technique. En dat is een Engels merk wat al jaren bestaat. Technique is te koop via hun eigen website. Daar heb je echt een groot assortiment. Maar bijvoorbeeld een Bougie Shop verkoopt het ook. Een Big Bazaar heeft het ook altijd gelegen. Bestaat helaas niet meer, Big Bazaar. En de Vibra verkoopt het dus ook als een retailer. Dus het is niet hun eigen beautylijn. Niet zelf gefabriceerd of uitgebracht of gelanceerd of hoe je het ook wil noemen. Maar het is gewoon ingekocht en het wordt verkocht. Wat trouwens niet erg is, want het is nog steeds make-up of skincare. Het is nog steeds betaalbaar. Het is hartstikke leuk dat de Vibra dat doet. Maar er zitten verschillen in natuurlijk met of je Vibra het zelf uitbrengt of verkoopt. Social media dacht ik dus dat Vibra het zelf had uitgebracht. Want zo brachten sommige influencers het en zo. Maar het bestaat al jaren. En Bougie Shop heeft een groter assortiment. En op hun eigen website is er nog veel meer. Dus mocht je het een leuk betaalbaar merk vinden, kun je daar ook even naar kijken. Maar hou er wel rekening mee. Het is een Engels merk. Is uit de EU. Dus er komt waarschijnlijk ook, gok ik, invoerkosten bij. Maar daar moet je zelf even naar kijken. Maar goed, ik ga beginnen met de Skin Luminizer. Dit is een skin tint. En er waren 2-3 kleuren. En ik ben gegaan voor Natural Glow. Omdat er geen testers waren, was het gewoon meer zoiets van, waar ga ik voor? En ik ben maar voor deze gegaan. Ik ga hem eerst aanbrengen met een kwast. Kijken hoe dat het resultaat geeft. En daarna ga ik hem misschien overheen met een make-up spons. Ik doe de helft van mijn gezicht, zodat jullie het resultaat kunnen zien. We gaan hem uitproberen. De verpakking in zo'n tube. En ik heb een beetje op de kwast zelf gedaan. En wat me gelijk opvalt is dat het best wel een glowy product is. Nou weet ik niet of dat mijn 35 plus huidje heel mooi gaat zijn. Maar we gaan het proberen. Ik heb mijn bril afgedaan. Daarom zit ik waarschijnlijk zo. Want anders zie ik niks. Maar goed, we gaan het zien. Aan de ene kant geen make-up. Aan de andere kant wel. Opvalt is het aanbrengen met de kwast. Gaat gewoon heel makkelijk. En het geeft inderdaad een glow. Dit is mijn huid. Ik hoop dat je het trouwens goed ziet hoor, met de belichting hier. Ik heb nou expres mijn ring daar niet aan. Dit is mijn huid. Zonder iets. Zoals je ziet, ik heb nou eenmaal een ouder wordend huidje. Rosacea. En dit is met een laagje van de skin tint. En het geeft, het is een skin tint. Dus het geeft niet echt dekking. Het geeft gewoon een mooie, ja wat noem je het? Een neutrale, natuurlijk laagje, geen dekking, want ik heb nog steeds rosacea, maar het geeft wel een glow. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind dit heel mooi voor dagelijks gebruik. Ik ben niet dagelijks van de foundations meer en alles. Voor thuis vind ik dit prima. Als je dus een videolook gaat maken, zo is dit wel heel weinig dekking. Ik vind het mooi, dus ik ga hem even verder aanbrengen. Ik heb mijn hele gezicht aangebracht en ik doe straks op het einde natuurlijk ook weer even een beeld in de video met hoe het totaalplaatje is. Maar het geeft dus net je huid iets meer een tintje. Echt heel minimaal. Ik denk dat dit product vooral heel mooi is als je flawless huid hebt. En kijk, zoals rosacea gaat hij niet bedekken. Dus dat heb ik nog steeds. Het is alleen net wat mooier. En ik ga hier ook gewoon een look verder mee maken. Dus als ik in de volgende video er zo uitzie dat je denkt, nou Bianca, heb je wel een laagje foundation of iets op? Dit heb ik op. Hoeft niet altijd full face in de make-up. Doe ik trouwens ook niet heel vaak. Maar ik vind het mooi. En ja, ik denk dat dit voor de wat jongere flawless huid mooier is. Maar ook 35 plus kun je dit lekker gebruiken. Gewoon, ik vind het een leuk product. Ik heb net even mijn ringlamp aangezet. Zodat je het verschil
misschien wat beter kan zien. Ik heb hem op een zachte stand gezet. Ik laat hem nu ook gewoon aan. Dus lekker verschil in deze video's. Maar ik ben wat dingen aan het uitproberen, zoals ik al zei. Ja, niet alleen make-up, maar ook qua instelling en camera. Ik heb mijn wenkbrauw even bijgetekend en een laagje concealer aangebracht. En nou ga ik dit paletje gebruiken van Natasha Denona. Dit is het Mini Zendo palet. Die heb ik al een tijdje. Zoals je ziet heb ik één kleur die groot favoriet is. Dus ik ga deze ook even aanbrengen. Ik heb ondertussen een laagje mascara aangebracht van de Sweet Cloud Mascara. En mijn huid heb ik licht afgepoederd. Vooral hier bij mijn neus, bij mijn lachlijntjes en de T-zone. Maar heel licht met deze poeder van Collistar. Dit is de Impeccable Cipria Compacta Compact Powder in Ivory. Heel licht, want ik wil natuurlijk niet dat de glow van mijn skin tint weggaat. Maar ik wilde wel even mijn concealer zetten en eventjes de T-zone. Verder met de Technic Beauty items die ik heb gekocht. Ik heb een highlighter, want ik zie er zo geen kleur op staan. Maar dat is deze. Ik vind de verpakking heel erg mooi. Voor 1 euro nog wat dat ik ervoor heb betaald. En ik heb een blusher wand. Precies dezelfde verpakking. Ik moet wel zeggen, het is allebei natuurlijk de highlighter glans. Maar ook de blush ziet er zo uit of dat het een glimmertje is. Dus ik ga bij de ene eerst deze brengen, bij de andere deze. Dan ga ik even in de spiegel kijken wat nou het verschil is. Niet dat ik één hele glitterstreep op mijn wang heb van twee producten. Ik zal ook nog even de applicator laten zien. Dat is een wat dikkere sponsenapplicator. Schuin afgesneden. En je kan het aanbrengen gelijk op je wang. Dan is het natuurlijk wel zo dat het wat lastiger te doseren is van hoeveel je wil aanbrengen. Als je dat doet, breng dan eerst één of twee stipjes aan. Blend dat uit en breng dan meer aan. Je kan beter het opbouwen dan dat je gelijk te veel aanbrengt. Dat is wat lastig om bij te werken. Wat je ook kan doen is een stippling brush pakken of een make-up spons. En je doet het daarop eerst en dan op je huid aanbrengen. Dus ik ga even kijken hoe ik het ga doen. Ik ga het gewoon gelijk aanbrengen. Ik zie het wel. Ja, hier zit ook gewoon een highlight in die blusje, want dat kan niet anders. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar je ziet gelijk vooral heel veel glans. En de kleur is wat subtieler, maar dat komt natuurlijk ook vanwege mijn rosatie, hè? En ik denk dat je hem kan opbouwen. Ik kom er gewoon wat meer op. Oké, de blusherwand is makkelijk aan te brengen. Je brengt eerst twee stipjes aan, blend het uit. Breng je weer wat meer aan, makkelijk te opbouwen. Maar het is vooral ook heel veel glans. De kleur is wat subtieler. Ik weet niet eens of je het zo kan zien, maar straks in de totaalshot waarschijnlijk wel. Het is vooral een highlight op mijn huid. Natuurlijk ook een beetje kleur, maar met dit product hoef ik niet nog een highlight extra aan te brengen. Want dan ben ik een discobal. Heel leuk voor wie dat wil. Maar kijk, er zit bij mij al genoeg glow op. Dus ik ga hier de highlight alleen aanbrengen. Maar dit vind ik nu al een aanrader. Want voor dat geld en een mooie kleur en glow. Ga ik de highlight aanbrengen. Die heeft dezelfde applicator. En die doe ik. Dit is de highlighter toch? Ja, die is ook rozig. Ik zou bijna zeggen dat hetzelfde product is. Dit zijn de zwartjes. Links is de highlighter en rechts is de blush. En je ziet zo wel echt het verschil dat de highlighter lichter is en de blush donkerder. Maar als je dat subtiel aanbrengt op je wangen of op je jukbeenderen of waar dan ook, dan valt het verschil best wel mee. Maar kijk dan hoe mooi glowy. Om het look compleet te maken heb ik van Maybelline een liftgloss aangebracht in de kleur Stone. Ik wilde eigenlijk van Pixi een nieuw lipproduct proberen. Die had ik al klaar liggen. Maar ik denk soms wel eens na over, oh, die had wil ik proberen, maar niet over de kleuren. Dus ik had nou deze look gemaakt. Een beetje glowy, een beetje neutraal en zo. En kopertinten op mijn oogleden. En die lipstick is Barbie Rose. Vind ik niet helemaal matchen. Dus ik heb even een neutrale lipgloss gedaan. En ik vind de Maybelline Lift Gloss formule echt geweldig. En die haal ik dan ook meestal in de aanbieding. Of bij de Dam of bij Notino. Er zijn zoveel kleuren inmiddels. Ja, die vind ik heel fijn. Ik vind de look ook heel mooi glowy en zo. Ik weet niet of het helemaal overkomt. Nogmaals, ik wil graag weten wat jullie van de camera kwaliteit vinden. Omdat nou ook de achtergrond wazig is. En
Of ik het vaker zo moet filmen of niet. Maar dat wilde ik even uitproberen. Ik heb nog één product. Dat is namelijk de Technique Prep & Set Finishing Spray. Mijn huid is echt heerlijk glowy. Ik vind dat helemaal leuk. Dit zijn ook gewoon producten die ik gewoon blijf gebruiken. En dat allemaal voor 2, 3 euro per stuk. Volgens mij minder. In ieder geval, dit is de flacon. En hierin zit 100 milliliter. Ik zie trouwens ook dat het dierproefvrij is. Made in China, dierproefvrij. Het zal waarschijnlijk het hele merk wel dierproefvrij zijn, maar dat weet ik niet zeker. Ik weet niet of het te zien is, maar het is een hele fijne mist. Nevel, heerlijk. Dat laat ik even opdrogen. En dan ga ik heel even kijken, een beeld toevoegen met hoe de look is met deze producten. Ik heb net ook zwartjes toegevoegd volgens mij. Ik ben ook gelijk het editen wat meer aan het uitproberen. Daar heb ik iets meer de tijd voor de komende dagen. Sterre is nu momenteel in Parijs. Echt, als ik deze video plaats, is dat weer terug. Ik wil niet te veel privé dingen delen en zo. Maar ze sturen deze foto naar ons toe. En ik had echt zoiets van, oh, ik vind het zo leuk. Dan is ze 16 jaar en met school naar Parijs. En ja, leuke ervaring natuurlijk. Zoiets gaat ze altijd onthouden, hoop ik. En stiekem wilde ik ook mee. Parijs, hallo. Dus ik ben heel benieuwd als ze thuis is. Als jullie dit zien, is ze dus al thuis. Maar als ze thuis komt, naar de verhalen. Wat ze heeft meegemaakt, wat ze heeft gedaan. En of ze best tevoren nog is geweest. Want dat wil ze heel graag. Dat. Nou goed, dat is aan het drogen. En ik moet dus eerlijk zeggen dat ik echt positief ben over de producten die ik heb gekocht. Dus de setting spray is prima. Werkt gewoon, weet je. Vooral de nevel vind ik fijn. Ik vind de blusje en de highlighterwand heel erg mooi. Of je ze beide ook echt nodig hebt, ja. Maar je hoeft ze niet beide tegelijk te gebruiken. Want dan heb je helemaal... Ik zou dat dan zeg maar met een matte blush doen en dan een highlighter. Zoiets. Of je moet het natuurlijk helemaal zelf weten. Maar dit zijn leuke producten voor die prijsjes. En er zit een 9 milliliter in waar je echt wel een tijdje mee vooruit kan. Dus dat vind ik een leuke ontdekking. En de skin tint ben ik ook blij verrast over. Het is niet een product waarvan ik dacht, die moet ik hebben. Maar nadat ik hem heb, weet ik zeker dat ik dit heel vaak ga gebruiken. Want eerlijk is eerlijk, ik gebruik de laatste 2 jaar heel weinig foundation. Vooral op dagelijks gebruik als ik ga filmen of voor TikTok of wat dan ook, deed ik het wel. Maar gewoon dagelijks gebruik niet. Maar dan is zo'n product enorm fijn. Ook al geeft het geen mega dekking of wat dan ook. Het resultaat is wel mooi glowy. Dit is dus al in een ander licht. Je ziet het maar uit. Het is glowy. Hier heb ik de highlighter. Hier heb ik de blush. Ik vind het echt heel erg mooi. Mooi glowy. Toch een beetje een tintje. Ideaal perfect voor de zomer. Of gewoon voor wanneer je het wel draag je het in de winter of wat dan ook. Ik vind het heel mooi. Nogmaals, het is dus van Technique. Dat is een beautymerk uit Engeland. De producten, deze heb ik gekocht bij de Vibra. Daar liggen ze dus met nog echt wel meer. Alleen let erop dat de verpakkingen niet zijn opengebroken en zijn gezwartst en gebruikt. Dat is natuurlijk niet hygiënisch. Voor meer kun je ook bij Boostyshop kijken, bij hun eigen webshop. En ik ben benieuwd of jullie nog andere aanraders hebben van dit merk. Want ja, vind ik ook wel leuk om misschien een volgende video mee te maken. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en tot de volgende video.